Goedemiddag, het is 9 minuten over 12. Vanaf 2024 mogen agrarische bedrijven in zuidelijk Flevoland geen grondwater meer oppompen. Volgens waterwinbedrijf Vitens vormen de putten van agrarische en andere bedrijven een te groot risico voor de winning van drinkwater in dat gebied. Maar het water dat agrariërs nodig hebben voor bijvoorbeeld beregeningen komt juist uit die putten. Als die in 2024 afgesloten moeten worden, dan komen verschillende bedrijven dus in de problemen. We gaan erover praten met Jaap Lodders, afdelingsvoorzitter van LTO Noord-Zuidelijk Flevoland. Meneer Lodders, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor problemen krijgen de bedrijven mee te maken? Ja, de agrariërs die nu gebruik maken van die waterbronnen, die maken er gebruik voor om hun gewassen te besproeien, om te beregenen. En veehouders maken er gebruik van om hun koeien te drinken te geven. Ja, maar hoe moeten ze dan aan water komen als straks als die putten afgesloten zijn? Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. En dat is ook de vraag die ons bezighoudt en waar we ook met de provincie in overleg over willen. Omdat er eigenlijk geen goede alternatieven zijn, of in ieder geval niet voldoende alternatieven. Want het zou betekenen dat je of met leidingwater moet gaan werken. Nou, dat geeft natuurlijk behoorlijk wat problemen, naast de extra kosten die dat met zich meebrengt. Of met oppervlaktewater. En dat is niet altijd geschikt voor de toepassingen die nu gebruikt worden vanuit de bronnen. Ja, snap ik. Nou is het natuurlijk zo, 2024, dat is het nog niet. De tijd gaat wel heel snel. Is er nog een mogelijkheid om dit verbod tegen te houden? Nou ja, we hebben onderzocht of dat het juridisch mogelijk is om het tegen te houden. Dat blijkt niet het geval. Dus wat we nu gedaan hebben is een brief gestuurd naar de provincie Flevoland met het verzoek om met ons in gesprek te gaan om te kijken welke alternatieven dat er nog mogelijk zijn en welke uitzonderingen er eventueel op te maken zijn. Ja, want wat zou je het liefst willen dat er nu gebeurt? Nou, wat we het liefst zien is natuurlijk dat het besluit van om de bronnen in 2024 te sluiten, wat al veel eerder genomen is, omdat dat herzien gaat worden. En als dat niet mogelijk is, moeten we met elkaar denk ik kijken welke alternatieven dat er dan wel mogelijk zijn. Goed, hartelijk dank voor de tijd. Jaap Lodders van LTO Noord.